Welkom bij deze video over hoe je er online het beste bij kunt zitten. We gaan het over een paar dingen hebben. Camera, belichting, geluid en internetverbinding. Om maar te beginnen met de camera. Dit is een beetje hoe de meeste mensen erbij zitten met hun laptop recht voor hun neus. Op de tafel en een beetje schuin eronder. En het vervelende is dat je dus een beetje omhoog bij iemand naar binnen kijkt. Een beetje iemand zijn neusgaten heen. Niet het meest prettige beeld om naar te kijken, maar heel simpel op te lossen met stapel boeken. Gaan we even een beetje klooien. Boeken eronder. Stukje naar achteren. En vervolgens zie je dat je iemand veel rechter in de ogen aankijkt, wat een veel prettiger beeld geeft. Hoppatee. Nou, als je dan toch hier zo in beeld zit, nog een paar dingen belangrijk. Probeer een klein stukje ruimte boven je hoofd over te houden. Want anders verdwijn je een beetje, dat is raar. En zorg ervoor dat je schouders in beeld zijn. Op het moment dat je een zwevend hoofd wordt, praat ook heel raar. Dus het is een beetje alsof er niet een echt persoon aan de andere kant zit. Het volgende is de 1/3-2/3 regel. En als je ooit een fotografiecursus hebt gedaan, dan weet je dat misschien wel. Maar mensen vinden het interessanter om iets naar te kijken dat op 1/3 of 2/3 van het beeld zit. Dus een klein beetje op te schuiven, maak je het wat interessanter om naar te kijken. En dan de laatste, en ik denk wel de belangrijkste tip is, kijk recht de camera in, af en toe. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat je een sessie hebt, de meeste mensen kijken naar andere mensen als ze praten. En dan gebeurt er dit. En als het goed is, heb je nu niet meer het gevoel dat ik je recht aankijk. Wat je wel hebt als ik recht de camera in kijk. En dat hoef je niet de hele tijd te doen, maar als je een zin begint, of je begint met iemand te praten, of je legt een nieuw stukje uit, neem dan even de tijd om even strak recht die camera in te kijken. Dat hoef je echt niet de hele tijd te doen, maar wel als je even een nieuw stukje begint. Nou, het volgende wat belangrijk is natuurlijk belichting. Belichting, ja, een hoop mensen die zijn onder- of overbelicht. Even kijken of we dat kunnen laten zien hoe dat er een beetje uitziet. Onderbelicht. Wordt natuurlijk heel donker. Je mist een beetje je expressie. En bij overbelichting, ja, word je een beetje een engeltje. Is ook niet echt prettig om naar te kijken. Het fijnste wat je kan doen is dat je een raam en natuurlijk daglicht voor je hebt. Dat je daarvoor gaat zitten. Dan ben je het beste uitgelicht. Maar als je dat nou niet hebt, kun je met een paar lampen aan aardig aan het komen. Ik heb een paar lampen op mijn achtergrond staan. Waarom? Dat zorgt ervoor dat je loskomt van de muur of hetgene dat achter je zit. Dan wordt het wat leveriger van. Maar als je lampen van boven hebt, ja, dan krijg je van die schaduw een beetje onder je ogen. Ziet er een beetje raar uit. Dus wat je kan doen is een lamp van onderaf op je gezicht zetten. Nou, zelf heb ik daar een ringlight voor. Maar dat is echt niet nodig. Als je gewoon een bureaulamp pakt en die een beetje laag neerzet, omhoog laat schijnen, werkt ook helemaal prima. Ja, dan zijn er nog twee dingen die ik wel zou aanschaffen als je online sessies doet. En de eerste, dat is echt de allerbelangrijkste, een internetkabel. Hoe vaak ik niet heb gezien dat er problemen zijn met de wifi, dat er iets verstoord is of wat dan ook, dat die hapert. Internetkabeltje kost bijna niks. En ja, het is niet altijd ideaal. Hij ligt bij mij ook door mijn woonkamer heen, door mijn keuken heen, naar mijn werkplek. Maar het voorkomt wel heel veel probleem. Het tweede is een microfoontje. En dat hoeft er echt niet zo eentje te zijn zoals dit. Dat kan ook de oude koptelefoon van een oude telefoon zijn. Maar die zijn vaak al een heel stuk beter dan de microfoon die in je laptop zit. Dus zoiets te gebruiken verbeter je geluidskwaliteit vaak al enorm. Dit waren de tips voor nu. Heel veel succes en plezier ermee.